Sportweek TV. Teun de Nooier is inmiddels 33, geldt nog steeds als een van de beste hockeyers van Nederland en denkt dus nog steeds niet aan stoppen. Deze week lees je in Sportweek een uitgebreid interview met de Johan Cruijff van het hockey en dus zocht ook Sportweek TV de Nooier op bij zijn club Bloemendaal, waar hij nog altijd even gedreven traint als vroeger. Ja, absoluut. Ja, nee, die partij wil je winnen, zeker hier, want zometeen gaan we eten met elkaar en verliezen doet de afwas. Dus daar heb ik even geen zin in. In het begin van de week moest ik de afwas doen, dus het is lekker dat ik nu over kan slaan. Nee, maar het gaat er nog altijd gewoon goed op, zeg maar. Ja, nee, absoluut. Alleen was nu de partij lagen een beetje ver uit elkaar. Want uiteindelijk was de uitslag geloof ik 10-1. En dat is nou ook niet wat de bedoeling is. Hoe leuk is het hockey nog? Ja, ik vind het heerlijk. Kijk om je heen. Ja, het is nu een beetje donker. Maar het is een mooie omgeving om hier lekker te staan. Lekker in de wind, lekker buiten. Ja, met een groep mensen gewoon proberen een zo goed mogelijk prestatie neer te zetten. Dat is iets wat nog steeds in me zit. En dat is gewoon mooi. Ja, want je bent net 33 geworden en dan, ja, goed, dan begint het toch een beetje van, ja, wanneer gaat die stoppen? Ja. Maar nog niet dus. Nee, ja, ik weet niet. Het wordt me inderdaad steeds gevraagd, maar ik voel me nog gewoon hartstikke goed. En ik heb er nog heel veel lol in. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En als alles nog goed te combineren is en iedereen staat erachter, ja, waarom in godsnaam stoppen? Heb je daar voor jezelf al een soort van besluit in genomen van tot wanneer ga ik door of zie je het wel? Nee, ik zie het wel in principe niet. Het WK volgend jaar in India, wat me ongelooflijk mooi lijkt. Waar ik nog steeds van hoop dat in India gehouden wordt. Ik ben er een beetje bang voor, met alle ontwikkelingen die er nu zijn. Dat het niet daar gehouden wordt? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik waar het ook gehouden wordt, ik zou er in ieder geval graag bij willen zijn. En daarna zien we wel weer verder. Waar de Nooier wel alvast mee begonnen is, is zijn eigen Academy. Maar wat is dat nou precies? Ja, het is gericht op jeugd, hockeyjeugd. Daarnaast ook gericht op bedrijfsleven. En wat ik graag wil is om kleine groepen handvatten geven om uiteindelijk beter te presteren en beter te functioneren. Dus zowel in het bedrijfsleven als de hockeyjeugd zelf. En daar kan jij je eigen, of de dingen die jij hebt, de ervaring die je hebt opgedaan, die kun je daarin kwijt, zeg maar. Ja, bij het hockeygedeelte natuurlijk sowieso, want daar loop ik nu al een tijdje in mee. Dus alles wat ik daar heb ervaren in de weg die ik heb doorlopen, wil ik graag delen met de jeugd en meegeven aan de jeugd. En ze aangeven, nou, wat is nou belangrijk om te doen en te leren om uiteindelijk het beste uit jezelf te halen. En verder vind ik het ongelooflijk mooi en daar heb ik ook een partner in gezocht om groepen uit het bedrijfsleven. En natuurlijk is daar af en toe ook een link met de sport. Handvatten te geven om beter te functioneren, beter met elkaar te communiceren en uiteindelijk eerder of sneller de doelen te bereiken die ze willen bereiken. Is dat iets wat je ook na je carrière gaat blijven doen, dit soort dingen? Of ga je misschien richten op het trainerschap? Vind je dat leuk? Nou, u weet het, dat weet ik nog niet. Ik ben op dit moment trainer en coach van mijn oudste dochter. En dat vind ik ongelooflijk leuk om te doen. En, daar begint het bij, hè? Daar begint het meestal bij en daar gaat het ergens kriebelen. En dan uiteindelijk zie je wel hoe dat zich ontwikkelt. Geen haast? Nee, heeft nog geen haast. Ik hockey zelf ook nog. Dus dat komt later wel. Sportweek TV.